Afhankelijkheid van kinderen. Ze komen aan en ze vertellen je direct van nou, dit is het. Ik had net nog een meisje en die zei ik vorig jaar zoveel van God gezien en dat wil ik nu weer, maar ik heb hier last van en daar last van. En dan denk ik, je kent mij eigenlijk niet. En zij weten dus gewoon daar en niet per se bij mij of bij mensen uit mijn team, maar dat is de plek waar ik God kan ontmoeten en daar moet ik heen. En hoe vaak denken wij niet van ja, ik moet eigenlijk naar God, maar laat ik het eerst eens even zelf proberen. En zij denken gewoon gelijk, ik ga naar God, want daar moet ik het halen. De les van vanmorgen was, je altijd eerlijk moet zijn. Dat is 5 plus 2, dat dat 7 is, dat 5 polen en 2 vissen, dat dat oneindig is, rest 12. Naarmate de week zie je gewoon hoe ze veranderen en hoe ze echt denken van oh, dit is mijn plek. En als je trein hier oploopt, dan zie je een kindje en dan zeg je jef, jef. En dan komen ze achter je aangerend. En het is gewoon een en al liefde. Het is echt een en al liefde wat ze laten zien. I love you. De telefoontake, wat houden we nou eigenlijk in? Ze gaan straks een jeugdleider bellen en ze moeten zoveel mogelijk woorden in het gesprek noemen. De woorden staan dus op deze kaartjes. Per woord krijg je 1 punt. Hey Florian, hello. Weet je nog dat het gisteren keihard regende? Ja, toen was ik dus eigenlijk naar een wedstrijd van Ajax, maar door de regen kunnen de spieren van de spelers natuurlijk minder goed bewegen. Maar nu is het weer zonnig, dus kunnen we weer een zonnebril opzetten. Daardoor zijn we helemaal opgewekt.